Tijdens de viering was de inspectie van de troepen en het defilé anders dan normaal. De inspectie van de troepen vond op een andere locatie plaats dan de onafhankelijkheidsplein. Het staatshoofd deed zijn ronde bij de verschillende troepen en eenheden van de overheid op het kerkplein. Waarna de president dus langs de verschillende groepen gaat. Een heel mooi moment. U ziet dat de mensen er allemaal heel statig bij staan, goed gekleed. Nog steeds het Korps Politie Suriname. En dan komen we bij het douanekorps. En het Korps Brandweer Suriname. Na de inspectie zijn de kapellen van de politie en het leger naar het presidentieel paleis gebracht om de troepen daarop te wachten. Tijdens het defilé waren er dit jaar niet veel buitenlandse troepen. Slechts de Fransen en de Nederlanders waren als gasttroepen aanwezig. Van de Surinaamse kant hebben alle eenheden, met uitzondering van het Korps Penitentiaire ambtenaren, deelgenomen aan het defilé. En de vaandelwacht van het Korps Politie Suriname. Prachtig, hè, dit beeld. De eenheidscommandant. Het Korps Politie Suriname heeft natuurlijk haar eigen inspecteur van politie, Marie Nicolai. Ter afsluiting van de parade was ook het wagenpark van de verschillende eenheden dat ook elk jaar meedoet met de optocht aanwezig. Hier ziet u de motorbrigade. Van het jaar is het een gemengde motorbrigade. Okay. Daaronder valt de MP en de Korps Politie Suriname. Oké, heel mooi. Goeie zaak. Van de motorrijders van het Korps Politie Suriname en van de militaire politie. Wauw, wat een mooie voertuig. Wat een mooie motorfietsen. En gelijk. De commandant rijden, kolonel, de kapitein Goudin. Okay. Daar hebben we de jongens, bikers. Bikers van het Korps Politie Suriname. Okay, dit is dus het Korps Politie Suriname, de bikers. En hier komt het rollend materieel, hè? Yes.